Hallo luidjes, super tof dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Roel Kuipers en... Dit is Shanna. En dit is Bo, de hond van de buren die ik vandaag ook even ging uitlaten. Hé Bootje? Ja! Oh. Bo, we zijn er weer. Ik geef jou als hond om mee te lopen 4 sterren. 4 van de 5. Dat is heel goed. Wat geef je mij? Het is wel een leuke hond om een keer mee te lopen. Ja. Ja, we gaan naar binnen. Ja, nu de honden zijn uitgelaten, is het voor mij tijd om naar Almere te gaan. Het zit namelijk zo dat Arjan over 2 dagen zijn vrijgezellenfeest heeft. En we moeten nog even zo'n gekke outfit voor hem scoren. Dus die ga ik even halen. En dan neem ik jullie uiteraard mee naar Almere. Ik weet echt niet hoe ik het doe, maar ik ben weer bij de ketelbrug. En weer sta ik zo goed als vooraan. En weer gaat dat ding open. Het is altijd als ik bij die ketelbrug kom dat die open gaat. En op zich is het niet heel gek, want het ligt echt volledig aan mij. Dat ding gaat namelijk open op 2 vaste tijden. Dat is om 10:30 en 10:00. Dus ja, ik ben ook altijd die tijden ben ik bij de ketelbrug. Maar er staat nu weer zo'n zeilbootje voor. Dat dan net dat topje, dat is dan net iets te hoog. En dan moet hij eronder door, moet de brug open. Ach ja. We hebben alle tijd, we hebben de tijd aan onszelf, dus op zich weinig ergernis. Maar het is altijd raak als ik hier ben. Als het zo gaat, dan wordt het een lange rit, maar ik denk dat het wel meevalt. Zo, ik ben in de winkel en er is hier een grote variatie aan verkleedspullen. En ik heb een pakje gevonden. We beginnen met dit shirt. Het is een soort panterprint regenboogshirtje. We gaan een beetje voor een aerobics look. Deze pruik bij. En die bril die op dat plaatje staat, die vond ik ook wel heel leuk. Die heb ik ook gevonden, dus die is hier. Dan heb je daarbij nog een shotglaasje aan een ketting. En deze zweetbandjes. En dit is optie 1 van de 2. De andere optie die ik had was om te gaan voor dit pak. Dit is een soort, ja, trainingspak. Maar die kun je wel ombouwen tot een politieachtig pak. En dan lag hier nog een politiepet met allemaal van die glimmende pailletjes erop. Maar die wordt het dus niet. Dit gaat hem worden. Het enige jammer is dat hier geen broeken te halen zijn. Alleen van die leggings. Maar die gaat hij echt niet aantrekken. Kan er hem meenemen voor de zekerheid. Maar de kans is dan heel groot dat daar niks mee gebeurt. Dat is ook weer zonde. Kijk, voor een politiepak zou dit de pet zijn geweest. En dan nog zo'n politiesnorretje erbij. Dat was ook heel leuk geweest. Maar ik zie de kans waarschijnlijker dat hij dit gaat aantrekken dan dat. En eigenlijk boeit het ook niet, want hij heeft helemaal geen keus. Ik ben toch nog een winkel ingegaan, namelijk de goedkope kledingwinkel en de t-shirt. Wat ik nu pas aangetrokken. En een broek. En op zich vind ik het wel leuk. Maar het is te klein. Te groot. Ik moet kleiner hebben. Ik zit inmiddels weer in de auto, maar voordat ik de auto in ging, kwam er eerst zo'n karretje voorbij. En dit doet mij dus heel erg denken aan dat stofzuigertje van de Teletubbies. Maar ja, goed, het is gewoon goed dat hij het doet, want zo houdt hij de straat natuurlijk ontzettend schoon. Ik ga weer naar huis en dan lekker avondeten. Ja mensen, omdat wegens omstandigheden het vrijgezellenfeestje was uitgesteld, kan ik nu pas deze beelden laten zien. En die van de hele avond heb ik per ongeluk verwijderd. Dus hier moet ik het even bij laten voor deze vlog. Sorry daarvoor. Maar er komen heel veel leuke vlogs aan. Dus vond jij dit een leuke vlog, ondanks dat het hele avondgedeelte er niet meer is? Doe even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. Want, 1 ding kan ik verklappen. Omdat ik aanstaande donderdag jarig ben, gaat er een speciale serie online komen. Namelijk Erop Uit op de Bonnefoy. Die gaat eind juni plaatsvinden. Dus mocht je daar alvast heel veel zin in hebben, abonneer zeker. Want dan weet je zeker dat je hem niet mist. Bedankt voor het kijken en tot morgen 6 uur bij een nieuwe vlog.